Minister Ruben Permeser van LVV heeft het parlement vandaag geïnformeerd over de zorgpunten met betrekking tot de fruit- en groente-export naar de Europese Unie. Suriname moet binnen 3 maanden maatregelen nemen om te voldoen aan de Europese voorwaarden om groenten te exporteren. De export van onder andere sopropo, boulanger, manja en peper is in gevaar omdat deze producten niet voldoen aan de voorschriften van de EU. Permeser zegt dat er alles aan gedaan zal worden om te voorkomen dat Suriname op deze manier miljoenen euro's aan inkomsten verliest. Voorzitter, dat gezegd hebbende in zijn algemeenheid, ook een andere opmerking. Ook bij dit onderwerp, dit verschijnsel, worden we nu steeds meer dan ooit hard geconfronteerd met alle verdragen die we tekenen. En de eisen, als het gaat om export in diverse andere delen van de wereld, dat duidelijk, dat we daar duidelijk rekening moeten houden. Niet alleen rekening, dat we daarmee moeten gaan werken. Het is niet meer dat Suriname in een eiland geïsoleerde setting opereert. Noemt u maar een sector wat LVV betreft. We zijn onderworpen aan een heel wat internationale regels. Wat deze materie betreft, voorzitter, de nieuwe EU-vorderingen, dat gaat in per 13 december 2019. Minister Permeser gaf aan dat Suriname sinds 2016 de ruimte van de Europese Unie heeft gekregen om haar huiswerk te maken. Hier is echter nauwelijks wat van terechtgekomen. De EU is niet van de ene op de andere dag gekomen. We hebben brieven hier dat de EU ons informeert. Let op die zaken, we gaan dit dat doen. Ik laat even niet gedetailleerd te worden. Maar in juli 2018 kwam een uitvoeringsbesluit in het kader van die vorderingen. Dat is ook gepubliceerd, 18. De voorgestelde lijst van planten met een hoog risico, dat telde toen 39 plantensoorten. Enkele die voor ons van belang zijn, zijn manja, peper, boulanger, antrouwa. Dat zijn enkele. Sopropo komt ook op de lijst voor. En in de toekomst, uiteraard, kunnen er ook andere gewassen op de lijst geplaatst worden. Minister Ruben Permeser van LVV vandaag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Hij ging in op de zorgpunten met betrekking tot de fruit- en groente-export naar de Europese Unie.